Kijkers van Loek TV, welkom bij deze aflevering van Sportclub Schiedam. En in deze aflevering staat Edwin van Buren centraal, de middenvelder van Sparta Rotterdam. Die door de fans ook wel liefkozend de glazenwasser wordt genoemd. In deze reportage gaan we hem volgen en uiteraard spreken we ook nog even met hem. Naast me staat Edwin van Buren van Sparta Rotterdam. Ja, dit seizoen Edwin, daar gaan we natuurlijk ook eventjes naar kijken. Ik denk toch een bijzonder seizoen tot nog toe. Ja, absoluut. Ten eerste in het begin van het seizoen weinig punten gepakt. Ja, de laatste tijd gaat het allemaal wel wat beter. Zijn we een beetje de lijn naar boven aan het doortrekken. Alleen ja, de rest van de ploegen pakken ook veel punten. Dus het wordt een moeilijk seizoen. We hebben elkaar afgelopen zomer gesproken, toen in Schiedam met de wedstrijd tegen PPSC. Dan ga je natuurlijk met een bepaalde verwachting het seizoen in. Ja, ik denk dat toch een heleboel dingen anders zijn gelopen dan dat je vooraf denkt. Nou ja, we hadden ook afgesproken, gewoon, ja, je zag het wel, we hadden gewoon een goed voetballend elftal. Alleen de punten die kwamen niet. En ja, dan sta je toch ergens tegenaan te hikken. En ja, nu spelen we toch een ander soort voetbal, gewoon wat meer ja, alles of niets voetbal. En ja, nu komen de punten langzaam binnen. Het wordt nu toch dit seizoen ja, weer het bekende degradatieverhaal, punten pakken om te zorgen dat je erin blijft. Ja, absoluut. Maar ja, dat is nu het belangrijkste voor Sparta natuurlijk, om ja, toch erin te blijven. Dat is het belangrijkste. Even naar jezelf kijken dit seizoen. Ja, ook een bijzonder seizoen voor jou, omdat je in het najaar te maken had met problemen met je schildklier. Ja, klopt. Ja, ja, daardoor voor de medicijnkuur die ik moest afmaken, mocht ik 6 weken geen intensieve spanning leveren. Dus ja, dat is wel zuur voor een voetballer. Ja, zeker, omdat dat ja, vrij plotseling volgens mij ook allemaal kwam. Ja, absoluut. Ja, er was een beetje een raar grafiek op te testen. Met, ja, ik weet niet precies hoe het allemaal is gedaan. En daar hebben ze bloedonderzoek gedaan. En toen bleek dat het van de schildklier afkwam. Je speelt nu alweer een aantal jaren bij Sparta Rotterdam als prof. Ooit ben je binnengekomen als amateur. Destijds van SVV SMC naar de amateurs van Sparta. Heb je die overstap destijds gemaakt al met het idee van nou, wellicht valt er wat te halen? Of was het toen een overstap van amateurclub naar amateurclub? Nee, want ik begon in principe gelijk bij het betaalde organisatie van Sparta in de tweede. Maar wel op amateurbasis. Maar ja, in principe was de stap wel een stuk groter. En ik denk dat ik het wel in al die jaren redelijk tot goed opgepakt heb. Je hebt vorig seizoen is dat geweest een contract getekend waardoor je tot 2010 bij Sparta Rotterdam in ieder geval blijft. Is dat ook een stukje waardering van de club, vind je, voor wat je tot nog toe hebt gedaan? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat ook een groot gedeelte ja, te danken is aan mezelf. Dat ik toch altijd ja, de kuit van ben blijven knokken. Ik denk dat het dan eindelijk wel eens een beloning is voor al die jaren dat ik hard voor gewerkt heb. De reden dat we hier vanmiddag zijn is het feit natuurlijk dat je uit Schiedam komt. Zijn er ook nog altijd mensen uit Schiedam die je spreekt en die je ook ziet op de tribunes bij de wedstrijden? Nou ja, zien op de tribune wordt wat lastiger. Maar ik weet wel dat er heel veel Sparta supporters in ieder geval wel uit Schiedam komen. En ja, dan zie je ze soms wel eens op de fiets hierheen komen om een wedstrijd van Sparta te komen kijken. Je wordt door de fans de glazenwasser genoemd. Dat is een verwijzing onder meer ook naar wat je hiervoor hebt gedaan. Spreek je nog wel eens mensen uit die tijd?
Ja, absoluut. Je bedoelt de glazenwasser zelf, hè? Ja, nou ja, het bedrijf Dozo die doen dit ook als bedrijf zemen. Dus soms zie ik gewoon de oude collega's hier nog rondlopen om de ramen hier te zemen. En dan vinden ze toch, neem ik aan, ook wel leuk om even te kijken hoe jij het doet. Ja, absoluut. En altijd even, als het tijd is, ervoor even een praatje te maken. En ja, voor de rest, mijn zwager die werkte nog en mijn broertje. Dus ja, ik heb wel redelijk contact met die jongens. Sparta is de club van Rotterdam-West, dus dat is vlakbij Schiedam. Ja, ook een heleboel mensen uit Schiedam komen hier naar Sparta kijken. Ja, absoluut. Wat ik al zei, als je soms op een wedstrijddag, als ik hier dan naar die wedstrijd toe rijd, dan zie je soms mensen op de fiets hierheen komen. Sparta is een club met een hele rijke historie, een bijzondere vereniging ook. Waarom is het leuk om voor Sparta te voetballen? Nou, ik denk de gemoedelijke sfeer wat gewoon altijd in het stadion hangt. Het maakt niet uit, er gebeurt over het algemeen heel weinig in het stadion. Je kan gewoon lekker met je kleintje, met je kind, kan je lekker gezellig naar het stadion komen om een wedstrijd te kijken. Laatste vraag nog, Edwin. Blijft Sparta erin? Ja, absoluut. Naast me staat Fouke Boy, de oefenmeester van Sparta 1. Sinds kort, halverwege het seizoen, ben je erbij gekomen. Ja, een goede indruk inmiddels heb je van Sparta. Wat is Sparta voor een ploeg? Nou, Sparta is een ploeg die best wel veel voetballende kwaliteiten heeft. Maar ook bepaalde elementen miste gezien de ranglijst. Dat strookte niet heel goed met elkaar. En wat men miste was toch een gezonde dosis overlevingsdrang. En ik heb het idee dat dat er nu ook langzaam wel in begint te komen. Dat men beseft dat het niet 10 voor 12 is, maar echt 2 minuten voor 12. En het antwoord van de laatste weken is in mijn beleving steeds beter. Overleven, dat zal nu voornamelijk het strijdplan denk ik zijn voor de rest van het seizoen. Ja, overleven, maar ook niet vergeten te voetballen natuurlijk, maar wel in die volgorde. En daarvoor had ik het idee dat het andersom was. Eerst voetballen en dan kijken of we overleven. En dan liep je vaak achter de feiten dan. Kwetsbaar ook, als we achterkwamen of een tegenslag, dan zag je het ook de angst in de ploeg. En ik zie dat nu steeds minder en steeds meer gedurfd. En ja, dat is de enige manier om daaruit te komen. Merk je dat Sparta toch een beetje bezig is om de neerwaartse spiraal van voor de winterstop, om die nu weer om te buigen? Ja, dat merk ik wel degelijk. De spelers weten waar ze aan toe zijn. Ze weten wat er van ze worden verlangd en wat er wordt gevraagd. En ze zijn er druk mee bezig. En je ziet ook dat, dat we een stijgende lijn te pakken hebben. En ja, als je wedstrijden kunt beheersen en ook weer kunt winnen, ja, dan gaat het vertrouwen natuurlijk ook toenemen. Dus ja, ik heb wel het vertrouwen dat wij dat kunnen ombuigen. Deze uitzending die gaat over Edwin van Buren, onze Schiedamse trots noemen we hem altijd maar. Nou, je hebt inmiddels ook met Edwin samengewerkt. Wat is Edwin voor een type speler? Rustige speler. Gezien de positie waar hij speelt zou ik wel willen dat hij zich wat meer manifesteerde. Maar het is een goede speler. Tweebenig. Draait makkelijk twee kanten op. Speelt in een wat corrigerende positie op het middenveld, zeg maar. En, nou, daarin ziet het spelletje ook wel. Maar is nog wat bedeesd. Kan nog wel wat brutaler, vind ik, spelen. Ja, samen met Olaf kan hij controle op het middenveld hebben, maar ja, de keuze is dat vaak of Olaf of hij voor die positie in aanmerking komt. Dus voor Sparta een goede speler, heeft een goede leeftijd, is jong. Kan zich nog steeds beter en verder ontwikkelen. Edwin is een speler geweest die destijds vanuit de amateurs van Sparta in het tweede team zichzelf heeft ontwikkeld tot basisspeler van het eerste team van Sparta. Is het voor zo'n speler, want je hebt zelf ook een verleden als speler, moeilijker om in een eerste elftal te blijven dan voor spelers die een soort van talent van nature hebben?
Nou, kijk, hij weet wel waar hij het ook van moet hebben. Maar een speler met veel talent, ja, die zal ook hard moeten werken om zijn talent goed te benutten. Hè? Dus, maar het is een jongen die vanuit de club weet hoe het hier ruilt en zeilt. En daarin eigenlijk ja, de gangmaker ook moet zijn. En daarin mag hij wel wat, is hij iets te verlegen, laat ik het maar zo noemen. Maar daar wijs je hem, neem ik aan, ook op. Jawel, nee hoor, daar hebben we het ook over. Dus dat weet hij ook en daar werkt hij ook wel aan. Ik bedoel, ja, je maakt van een introvert jongen niet een extrovert persoon, maar je kan er wel wat mee doen. En zeker binnen de lijnen. Als je buiten de lijnen rustig bent, heb ik niet zoveel moeite. Maar binnen de lijnen, dan wordt er wel iets meer gevraagd, ook in de coaching en in het aansturen. En daar is hij druk mee bezig. En ja, ik vond dat hij moeilijke wedstrijden heeft gespeeld. Maar de wedstrijd tegen bijvoorbeeld Twente uit vond ik hem een behoorlijk speler. Als je hem bekijkt binnen de groep, is Edwin dan een jongen waar je goed verder mee kunt samenwerken? Nee hoor, is sociaal vaardig en weet waar hij het over heeft. Dus daar is prima mee te werken. Nou is het moeilijk om deze competitie überhaupt iets te voorspellen, want het is een hele rare competitie waarin van alles gebeurt. Jullie zitten in een fase dat je met ploegen heel dichtbij bij elkaar allemaal staat. Waarom heb jij toch het gevoel dat Sparta het wel kan gaan redden? Nou, ik vond het een mooie club. Een fantastische club, traditionele club. Zit goed in elkaar qua organisatie. Dat was voor mij ook belangrijk. Dus die ingrediënten om zeg maar alles goede voorwaarden te scheppen om in te werken, dat is er. Ik vond en ik vind dat de kwaliteit van de ploeg, vond ik wel behoorlijk. Maar toch miste er iets. Nou, daar ben ik naar benieuwd. Daar was ik ook naar benieuwd. En samen met mijn collega's Adrie van Tichelen, Fred Grim en Geert Meijer. Ja, dan daar staat nogal wat ervaring. En die moeten we ook optimaal benutten na deze spelersgroep toe. Van Tichelen is een topverdediger geweest. Dus die kan deze ploeg heel goed leren verdedigen. Ik ben aanvaller geweest en we kunnen daarin ook aanvallen. En, dus het team eromheen vult het goed aan. En daar had ik gewoon een goed gevoel bij. Dus het is ook een gevoelskeuze geweest om te helpen dat we met deze club gewoon weer toekomst hebben en erin blijven. Als jullie 14e of 15e uiteindelijk worden aan het eind, heb je het dan goed gedaan? Nou, als wij boven de streep blijven van de nacompetitie, dan hebben we het goed gedaan. Want er is wel een hele inhaalslag, is er plaats moeten vinden. En daarin heb ik niet veel tijd. Dat is eigenlijk de grootste factor die een rol speelt. Niet in mijn voordeel. Maar tot nu toe pikken de spelers het goed op en snel op. En, dus die mix van ervaring en jong talent, dat is in mijn beleving wel goed. Tot zover deze uitzending van Sportclub Schiedam op Look TV. En u heeft daarin het een en ander kunnen zien van Edwin van Buren, de Schiedammer van Sparta. Tot zover deze uitzending van Sportclub Schiedam op Look TV. Graag tot de volgende keer.